meisjes, naakte meisjes, naakte meisjes overal. Laat mij even omkijken, alsjeblieft. Oh. Hallo mensen van Noem Maar Gamen. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Minecraft Splek. Ik ben weer terug. Jullie zijn ook terug, anders horen jullie dit namelijk niet. En oh yeah mensen, een nieuwe map. Tenminste, de map is niet zozeer nieuw. Alleen dit is wel de allereerste keer dat ik in deze map ga spelen. Dus hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als dat ik er zin in heb. En dan gaan we natuurlijk weer proberen lekker te gaan ownen. En ja kijker, ik zeg dat inderdaad elke aflevering. En nee, het lukt niet elke aflevering. Maar toch ga ik enorm mijn best doen om er weer een toffe video van te maken. En bovenal natuurlijk enorm veel plezier te hebben met het spelen van deze awesome minigame. Dus wat wij als allereerste even gaan doen is... Wij zitten hier eigenlijk wel op een mooie plek, ook al zeg ik het zelf. We kunnen hier namelijk mooi op de andere schieten. Oh shit, laat maar zitten. Niet de beste plek. Niet de beste plek. Oh shit, oeh, ik schok me even helemaal het apenlazer. Dus ik dacht heel even dat ik naar beneden zou vallen. Maar schijnbaar bleek niets minder waard te zijn. Of toch wel, ik weet het niet. Oké, weet je wat ik doe? Ik blijf hier wel een beetje rondlopen. Maar toch blijf ik enorm goed uitkijken. Want mensen vinden het schijnbaar nodig om mij te beschieten met eieren. Met een oh zo mooie shovel. Zo zonde, hè, dat ze die eieren en shovel niet gewoon als individuele materialen gebruiken. Waarom moeten ze dat nou samenstellen tot een ernstig moordwapen? Kunnen ze niet gewoon lekker een schat opgraven en tegelijkertijd een heerlijk broodje ei eten, weet je? Ik zou dat gewoon doen, weet je? Ik zou dat gewoon doen in plaats van die eieren lopen schieten op mij, weet je? Dat is niks. Dat is niet leuk. Dan ook nog van die hardgekookte eieren waar je gewoon een gat in je kop van krijgt. Vind ik jammer. Maar laten we het houden op een nationale traditie hier in Splek. Ik moet eerlijk toegeven, jongens en maatjes, ik vind het een enorm vette map, ook al zeg ik het zelf. Daarentegen moet ik wel toegeven dat het in het begin wel moeilijk is om op het plateau te blijven, maar sowieso wel veel makkelijker dan dat het is op de andere maps. Doe eens even normaal, jongens en meisjes. Wat is het dan weer voor? Nice, wat heb ik? Wat heb ik? Ik heb vuur. Vuur. Wat heb ik nou zojuist gedaan? Ik heb serieus geen idee wat ik zojuist heb gedaan. Ik kreeg een soort van blaze powder. Of een soort van... Ja, het is natuurlijk niet blaze powder met de functionaliteit die een normale blaze powder heeft. Maar welke functionaliteit het wel had? Ik weet het niet. Maar het zal waarschijnlijk wel handig zijn geweest als ik wist hoe ik het moest gebruiken. Ach ja, weet je jongens en meisjes. We kunnen er vrij weinig aan doen. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik die kerel daar... Of die... Girl... Ik heb geen idee wat ik wil zeggen. Of die chick, ik weet niet wat het is. Ik weet niet of het een jongen is of een meisje. Oh mijn god, het is een hond. Hoe kunnen we er dan achter komen of het een jongen of een meisje is? Oh, een hond die met eieren schiet. Ja, dat zie ik dagelijks, joh. Dat zie ik dagelijks als ik over straat loop en ik kom een hond tegen die uitgelaten wordt. Dan pakt hij zijn schep erbij en dan begint hij eieren op me te schieten. Dat is denk ik iets wat alle honden doen. En katten die zijn meer van het schieten met bijlen. En die schieten dan geen eieren, maar die schieten dan Oreo's. Oh snap, ik moet goed blijven uitkijken. Want ik heb namelijk. Weet je wat mij opvalt, jongens en meisjes? Dat valt mij echt serieus. Oh my god, dit wil ik niet. Nee, dit wil ik niet. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ga even weg, jij jongeman of een oude man. Ik haat jonge mannen. En ook oude mannen. Ik haat eigenlijk elk levend organisme dat het nodig vindt om eieren op mij te schieten. Oké, jongens en meisjes. We zijn weer terug in een nieuw potje Splek. En ik heb er weer zin in. En ik pak gelijk even het eerste vakje uit mijn inventaris. Want we willen er natuurlijk wel zeker van zijn dat wij het juiste item ter beschikking hebben om onze tegenspelers mee uit te schakelen. Oh, naakte meisjes! Naakte meisjes! Naakte meisjes overal! Laat mij even omkijken, alsjeblieft. Oh shit! Hou het in de gaten, Job. Hou je, raap je mannelijkheid bij elkaar. Maar dat interesseert me niet. We gaan namelijk lekker verder met Splek. En wij gaan proberen dit potje te winnen. En ja, kijker, ik zeg dat inderdaad. Elk potje. Het is me de afgelopen aflevering niet gelukt. Dus hopelijk gaat het met deze aflevering wel lukken. Ik vraag me eerlijk gezegd nog steeds wel een klein beetje af wat de extra functionaliteit is van een diamond shovel. En of een diamond shovel überhaupt wel een extra functionaliteit heeft. Zelf denk ik namelijk van wel. Want ja, waarom zou je anders een diamond shovel willen als je er niets anders aan hebt dan alleen maar hetzelfde wat een iron shovel kan? Misschien ziet het gewoon heel swag voor uit. Zo van, hey, kijk mij. Ik heb een diamond shovel die hardgekookte eitjes schiet. Ik bedoel, dat is best cool. Maar ja, als ik zeg maar een VIP pakket zou moeten unlocken puur voor het uiterlijk van mijn schep, dan doe ik liever een text pack aan waarbij een iron shovel een diamond shovel is. Dat zou best wel episch zijn als je dat gewoon op die manier aanpakt. Zo van, hey, ik neem de game in het oogje en ik gebruik gewoon een text pack waarbij iron diamond is en diamond iron. Dat zou nog eens een goede manier van oplossen zijn. Ja, of je probeert gewoon te winnen met een iron shovel. Nee, nee, nee. Zo. Jullie zijn lekker bezig. Zagen jullie dat, jongens en meisjes? Jullie waren zo net getuigen van een enorm rare virtuele gangbang. Ik bedoel, ongelooflijk hoe ze tegenwoordig in Minecraft te werk gaan. Maar in ieder geval, jongens en meisjes, wij zijn weer in de map die ik persoonlijk erg leuk vind. Zoals ik hem zelf ook al noemde, de nieuwe map in deze server. Best wel ironisch dat deze map er geloof ik al een flinke tijd is, omdat ik hem zelf nog nooit eerder had gespeeld. Dus vandaar noemde ik het ook de nieuwe map. En ik begin gewoon eens een keertje anders dan dat ik normaal gesproken begin. Normaal gesproken ben ik namelijk iemand die eigenlijk alleen maar rondjes rent en hoopt niet geraakt te worden. Eigenlijk als een kip zonder kop. Maar deze
deze keer ga ik zelf ook een beetje schieten. Want ik wil er natuurlijk wel een beetje actie in brengen in deze Splag aflevering. En daarnaast wil ik natuurlijk wel proberen te winnen. En winnen zonder te schieten in Splag. Wat eigenlijk een minigame is waar je juist in moet schieten. Is een beetje onlogisch. Dus zo nu dan zal je mij wel wat eieren zien afvuren. Puur omdat ik weet dat ik anders niet kan winnen. En ik hoop dat we deze aflevering, of eigenlijk dit potje, kunnen gaan winnen. Het zou in ieder geval heel erg leuk zijn. Er zijn momenteel nog wel 19 Splaggers over. Dus het wordt waarschijnlijk wel moeilijk. Kijk, die kerel daar, die heeft echt de perfecte plek. Hem moet ik even onderuit halen. Of ik moet proberen bij hem te komen. Dat kan natuurlijk ook. Het wordt alleen wel moeilijk om daar te komen. Ik denk daarentegen, omdat ik weet hoe die daar is gekomen. YOLO! Ah, nee! Nee! Ik was er bovenop! Ja! Ja! Nee! Please, please! Nee, nee, nee! Wat gebeurt er? Please! Ja, 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 ja. Nee. Snel. Ah, kut. Nu ben ik alleen nog maar verder naar beneden gevallen. Shit. Ik dacht serieus, jongens en meisjes, dat ik op die manier waarschijnlijk wel bovenop zou kunnen komen. Maar schijnbaar bleek niets minder waard te zijn. En ik word bekogeld met 5 eieren per keer. Ik heb geen idee wat voor raar pakket of VIP-achtig gedeelte dat is. Maar schijnbaar is dat dus wel mogelijk. Waarschijnlijk is het geen VIP-pakket, maar is het gewoon een ender chest. Oftewel een power-up. Het lijkt me best wel vet als je een VIP-pakket hebt. Waarbij je gewoon letterlijk 10 eieren per keer kan schieten. Weet je wel. Als je dan 1 ei schiet, dat dan gewoon letterlijk gewoon een kwart van het plateau weg is. Weet je wel. Oh mijn god, wat zullen de splaggers aan het rennen zijn dan. Dat zou me echt zo ironisch lijken. Maar eerst ga ik even deze ginger vrouw onderuit halen. Shoutout naar alle ginger vrouwen die het kijken. Maar ik moet er toch even onderuit halen. Of ze nou ginger is of niet. Want anders kan ik namelijk niet winnen. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Ook al gaat het natuurlijk om meedoen. Nee, het gaat om het winnen. We moeten proberen te ownen. Wij hebben eieren, we hebben een shovel. En dat betekent dat wij met die twee dingen gaan proberen iedereen dood te maken die hier rondloopt. Ook al heeft ieder andere persoon die hier rondloopt ook gewoon eieren en shovels. Maar dat maakt niet uit. Alsnog gaan we proberen te winnen. Want ik vind dit een leuke map. Dat wil ik even vooropstellen. Ik vind het een toffe map. Het is een soort van. Ja, ik weet niet wat voor map het eigenlijk is. Het doet mij denken aan een beetje een indiaanachtige map. Geen idee waarom. Het lijkt een soort van jungle. Het is een beetje een jungleachtige map, maar met al die kleuren doet mij ook een beetje denken aan een indiaanachtige map. Waarom die kleuren mij daaraan doen denken, dat weet ik niet. Ik bedoel, als ik een regenboog zie, denk ik ook niet aan indianen, maar het zal wel een soort van konkel zijn bij mij. Als ze maar gewoon proberen te winnen, moet het in principe wel goed komen. Er zijn nog 10 mensen over naast mij, dus eigenlijk nog 9 concurrenten die ik moet proberen uit te schakelen door een ei in hun poepertje te duwen. Misschien komt het ei dan wel uit in hun poepert. Dan hoef ik serieus nooit meer KFC. Weet je, best wel een leuk feitje, want ik heb namelijk nog, geloof ik, nooit in mijn hele leven KFC gegeten. Oh nee, 1 keer, dat kan ik me nog herinneren. Dat is al enorm lang geleden. Dat was de eerste keer dat ik naar Schotland toe ging. Dat is echt toen ik 7 was of zo. Nee, niet 7, iets ouder was ik toen. Ik denk 9 jaar. Toen ging ik met mijn opa ging naar Schotland toe. En toen heb ik 1 keer KFC gegeten. En ik kan me niet eens herinneren of ik toen überhaupt wel kippenpootjes heb gegeten. Of dat ik toen gewoon een fucking skere kipburger heb gehaald. Ik weet het niet eens meer. Alleen enorm veel mensen hadden het zo enorm enthousiast over de KFC. En het moet zo enorm lekker zijn. Maar wat ik in ieder geval wel duidelijk maak is dat de KFC dus echt heerlijk schijnt te zijn. Dus ik denk dat ik daar binnenkort maar eens een keertje naartoe moet om even te testen of het wel zo lekker is. Want daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar. Zie het als een soort van tweede KFC-ontmaagding. Nee, zie het maar niet als een KFC-ontmaagding. Dat zou namelijk letterlijk een kip-ontmaagding zijn. En dat kunnen sommige mensen nogal verkeerd opvatten. Dus laten we maar gewoon houden op een keertje heerlijk uit eten bij een kiprestaurant. Ik kan me trouwens wel herinneren dat dat op het vliegveld was. Of nee, dat was niet op het vliegveld. Nee, dat was niet op het vliegveld. Dat was in een overdekt winkelcentrum. En wauw, dat was het alles. Ik moet zeggen, Schotland is echt mijn favoriete vakantieland, geloof me. Misschien zal het ooit nog eens een keer veranderen later wanneer ik meer ga reizen. Maar Schotland, magnifiek. Ik heb daar zo genoten. Zowel de eerste keer als de tweede dat ik daarheen ging. Dikke shout-out naar mijn opa. Was super awesome daar. Dus vandaar, daar heb ik echt genoten, jongens en meisjes. Gewoon even lekker een keer weg. Gewoon weg van die regen. Weg van die vervelende Nederlandse kutmuziek. Nee, dat is flauwkeur hoor. Sommige Nederlandse muziek is gewoon goed. Dan moet ik eerlijk toegeven dat ik trap music wel de leukste muziek vind. En nog steeds vraag ik me af wat die timer hier beneden doet. Want er staat namelijk een timer, zoals jullie kunnen zien. Bij de XP bar. Die staat momenteel op 330. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er gebeurt wanneer die timer helemaal op nul staat. Of dan gewoon de hele map in één keer ontploft. Of dat er dan gewoon in een of andere vage deathmatch komt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik heb het namelijk nog nooit eerder meegemaakt. Voor zover ik mij kan heugen. In ieder geval, er zijn nog 4 mensen over. Waaronder ik. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of wij dit potje kunnen gaan winnen. Uiteraard blijf ik gewoon enorm mijn best doen. Soms is dat altijd zo. Hè? Dat je dan in het begin enorm je best doet. En als je dan een van de laatste overgebleven bent. Dan voelt het alsof jij de virtuele Minecraft wereld aan kan. Maar dan blijkt niets minder waar te zijn. En dan word je keihard in je poepers genomen door een diamond of een iron shovel. Met hardgekookte eieren. Dus daarom probeer ik ook echt enorm goed uit te kijken. En gewoon niet naar beneden te vallen. Want als je eenmaal naar beneden valt, wordt het erg moeilijk om weer boven te komen. Tenzij je Job van Doe Maar Gamer bent en elke mogelijke manier zoekt om boven te komen. En dan uiteindelijk afgevuurd wordt door een of andere vage pressure plate. Die ervoor zorgt dat je out of the map ligt. Dus dat is niet echt de beste tactiek, to be honest. Dus doe dat anders maar gewoon even niet. Maar nee, ik leef nog. En dat is mij toch een partijtje fijn, jongens en meisjes. Oh snap, door die TNT is er zojuist, zijn er zojuist 2 mensen doodgegaan. As far as I know, want er waren 4 mensen en nu nog maar 1. Samen met mij, dus eigenlijk 2. Oh mijn god, Job, je kan rekenen, want 1 plus 1 is 4. Inderdaad, kijk, oké, dat was 2. Dat is een flauw grapje, heel flauw Job. Zo flauw als thee zonder suiker. Dat is ook heel flauw. En zo hetzelfde als vlees zonder zout, ook heel flauw. Jongens en meisjes, wat is dit toch weer een flauwe af... Oeh, en de chest. Een zwaar, oh, hey, nee, nee, nee. Ja, dwaas, dwaas. Ja, val maar naar beneden. Val maar naar beneden.
Val maar naar beneden alsof je nog nooit eerder naar beneden gevallen bent. Ik wil dit potje winnen. Ik zal mijn hele leven eraan wagen om dit potje Splack te winnen. Tenzij ik natuurlijk een heerlijk omeletje aangeboden krijg op brood. Dat is natuurlijk belangrijker dan leven in een virtuele game. Nee. Oké, let's go. Please, let me go. Ja, woehoe! Wie is de ei-hoofd? Wie heeft een ei-hoofd? Ik heb een ei-hoofd. Een heel mooi ei-hoofd. Want ik win Splack. En ik heb een blikje van de AH in mijn behek. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Misschien moet ik toch maar even laten nakijken of het normaal is dat ik zo blij ben met het winnen van een potje Splack. Maar het is wel fucking awesome. Jongens, ik dank jullie allemaal weer enorm voor het kijken van deze nieuwe Splack video. Wij hebben weer eens een keertje lekker gewonnen. Ik heb er veel plezier aan gehad. Dat wil ik voorop stellen. Ik vond het super leuk om deze video voor jullie te maken. En ik hoop dat jullie het allemaal weer super awesome vonden om deze nieuwe video van mij te kijken. Als je nou weer meer wilt weten van mij als persoon, dan kun je natuurlijk even de beschrijving checken voor al mijn social media. Namelijk Instagram en Twitter. Namelijk dat en zo. Daarnaast kun je natuurlijk ook even op die abonneerknop drukken onderaan de video. Om dagelijks op de hoogte te worden gehouden van alles wat ik doe rondom dit kanaal. En dan dank ik jou. Kiele, kiele, kiele. Ik moet er echt eens een keer mee ophouden. Dan dank ik jou voor het kijken. En dan zeg ik, later mensen.